Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. En voor deze gelegenheid zeg ik ook ja, beste liefhebbers van die schitterende Tour de France. En dat heeft alles te maken met het feit dat we een wieler- en voetbalpanel hebben vandaag. Ouderwets met niemand minder dan Jan van Staak, René Wagelaar, maar ook ex-topwielrenner, profwielrenner moet ik ook zeggen, Joost Postema. Joost. Welkom. Welkom. Goed dat je er bent. Zeg hem alvast, hè. Je bent me voor. Goed dat je er bent. Hoe is het met je? Het is goed. Ja? Ja. Wat doe je tegenwoordig? Ik ben sinds eind 2012 ben ik gestopt met wielrennen. Ja. En sinds 2013 werk ik bij Pure Energie. En af en toe dan loop ik nog een beetje, af en toe fiets ik nog een beetje. En de laatste jaren vooral druk op de zaterdag met de eigen kinderen die ook langs de voetbalvelden staan. En Pure Energie is natuurlijk de koppeling, hè, met FC Twente, de hoofdsponsor. Gaan we dat zo uitgebreid over. Hè? Ja. Wat vind je ervan dat we Joost in de show hebben? Ach, René. Ik heb natuurlijk, ja helaas heb ik net zoveel verstand van wielrennen als een koe van piano spelen, sorry Joost. Ja. Maar ik had helemaal door het draaiboek, had ik dus verwacht dat Koos Postema zou komen. Ja, dus dat is een verre neef van mij. Daar zat ik dus op te wachten. Ja. Dus Joost komt binnen, ik denk, maar je ziet er toch heel anders uit op televisie, joh. Maar welkom toch Joost, top dat je er bent en je hebt me een beetje verteld nu. Dus maar Koos Postema, daar hebben we toch de link met Radio Tour de France. Dat bedoel ik. Ben jij een liefhebber van de Tour, Jan, of niet? Of kan ik jou gestolen worden? Nou nee, toen ik zelf speler was... Dan was het ook zeg maar in die periode, dan heb je wat meer tijd om alles te volgen. En ik kom natuurlijk uit de TI Rally tijd, mm-hmm. met de Razen en de Knetermannen, dat soort gazoetemelken. Ja, maar de laatste periode, ja natuurlijk legendarisch toch altijd achter op die motor. Nee, maar ik hou dat wel bij, maar ik ben niet zo iemand die alle renners kent en die nu niet. En zeker in deze tijd niet, zijn we zo druk met die voorbereidingen. Ja, dan hou je het minder bij, maar het is ook anders geworden. Hè. Toen had je zeg maar meer de landenploegen, vond ik altijd. Nee, dat was ook zo. Ja, en nu is het allemaal een beetje verdeeld, dus je zit naar renners te kijken die dan wel voor een Nederlandse ploeg uitkomen, maar daar heb je minder mee. Dus, maar ze praten geen Nederlands. Nee. Ook dat nog. Nee. Dus, maar door de Tour nu, in september is het ook anders. Hè? Ook normaal zit in juli en mooi binnenlopen, warm weer, kort broekje en slippers en nu is het de Tour de France een beetje gewoon een vakantiegevoel. Hè? Ik zei net tegen de Eddie ook al, vorig jaar dan ga je gewoon de laatste uur kijk je gewoon op de camping. Dan pak je een biertje erbij en dan kijk je de finale. Dat meer. Ja. En nu is iedereen weer gewoon druk aan het werk. Ja. Althans de meeste. Zijn er minder kijkers? Hou je bij, zijn er minder kijkers nu? Daar heb ik geen idee van. Ik denk dat de kijkers wel evenveel zijn, maar het publiek er langs het veld is natuurlijk veel. Het is een hele andere beleving. En, je hebt hem 5 keer gereden, Joost. Klopt. Los van het feit dat je allerlei etappekoersen hebt geworden in de categorie Parijs-Nice. De Ronde van Luxemburg, Ruta del Sol voor de echte liefhebbers. Mis je die wereld van de topsport? Want je bent vrij vroeg gestopt, hè? 31 jaar. Vrij vroeg ben ik gestopt. Een echte wereld van de topsport mis ik niet. Nee. En het is in feite, wielrennen is ook een hele gevaarlijke sport. En ik heb laatst in de interview ook al gezegd, een ploeggenoot van mij is overleden in de Giro, is hij verongelukt. Ja. Vrouw is net te zwanger en als je zelf dan kinderen krijgt, ga je ook nadenken over dingen. Ja. En wat naar beneden gestort of? Tegen een rotswand is die aangereden. En wat ik wel geleerd heb, als je gaat nadenken, vooral als wielrenner zijn, dan kom je overal als laatste, dan kom je gewoon de bocht om. En dan rij je gewoon letterlijk achter de feiten aan. Ja. En dus op een gegeven moment gewoon de keuze gemaakt, ik stop ermee. Dus eigenlijk niet meer wat ik wil. Nee, en de veiligheid is nog steeds niet in orde. Want we hebben natuurlijk pas geleden een paar bizarre valpartijen gezien in de Ronde van Polen met Jacobsen en Groenewegen. Ja, klopt. Dat is schrikken natuurlijk. Nou ja, het is wel grappig. Of grappig, die eerste rit in de Tour. Natuurlijk Zuid-Frankrijk, regen, heel erg glad, heel veel valpartijen. En mijn vader die stuurt mij een berichtje, jongen ik ben blij dat jij niet meer fietst. Ja. In feite als je zelf gewoon fietst, zeg maar, ben je helemaal niet ermee bezig, maar mijn ouders waren altijd wel behoorlijk om mee bezig. Ja. Was in jouw tijd helm verplicht? Ja. Toen al? Ja. Oké. Okay. Maar daarvoor niet, hè? Die hebben we ook meegemaakt. Dat kan niet, zonder helm kan dat ook niet. Maar in feite toen je pas naar prof was, ging je trainen en in de wedstrijd had je gewoon een helm op, maar met trainen dan nooit. Ach. En waarom? Ja, dat weet je niet. Dat was gewoon dat vanzelfsprekend. Dat was zoiets. En ik ben in 2007 ben ik aangereden op een training vlak over de grens. Ook helemaal geen helm op. Met een kop dwars door de voorruiter van de auto. Oh. En sindsdien droeg ik altijd een helm. Het is gewoon automatisme, het is gewoon gewennen. Een helm hoort erbij, punt. Het is levensgevaarlijke sport en dat zien we helaas nog wekelijks gebeuren, ook in het profmetier. Toch even die koppeling naar het voetbal. We hebben FC Twente gezien van de week, de generale repetitie in de oefenwedstrijd tegen Emmen. Even het laatste nieuws, Karim El Amadi, Jan komt niet naar FC Twente. Het heeft even lang geduurd. Jouw gevoel daarbij?
Ja, ik had het al eerder aangegeven natuurlijk. Omdat er op het laatst altijd voor dit soort spelers nog een club komt met een geldbuidel. Ja. En het vervelende is dat je heel lang zit te wachten en te hopen als club zijn. De supporters, want die spreken mij er ook over aan. Wanneer gaat hij beslissen? Ja goed, die beslissing zal dan nu gevallen zijn. Maar ik had er eigenlijk al een streep doorheen gezet dat het zo lang ging duren. Want eigenlijk kon hij ook 2 maanden geleden zeggen, ik ga naar Twente en basta. Maar dat heeft hij niet gedaan en dan weet je dat er ook kapers komen. Andere keuzes, ja. Ja, nou goed, dat is weer gebeurd. Hebben we vorige week al over gehad. Ja, als je in de zandbak bij kan tekenen. Zo werkt het. En wij daar kan krijgen, dan moet hier nog 10 jaar voor doorvoetballen. Ja, dat en zo 46, is het. Dat redt hij niet. Ja, natuurlijk. Dat redt maar dat kan toch niet. Je kan toch daarvoor kiezen. Ik ben daar kennelijk te naïef voor om dat te onderzoeken. Maar weet ik niet. Maar dat is nog 1 jaartje. Ja. Maar dat is nog 1 jaartje, denkt hij en dan. Want als hij echt had gewild, dan zei ik net al tegen Jan, dan had hij 2 maanden geleden, ik kom. En Twente had misschien wel moeten zeggen, je hebt tot 1 augustus de tijd en daarna gaan we door. En ook echt doen. Doorschakelen, we wachten niet langer op jou. Maar dus hoe dan ook, gaan ze doorschakelen, dat is duidelijk. Ja. Ik bedoel, en je zou nog kunnen zeggen dat FC Twente de prioriteit moet hebben bij een 10 in plaats van een 8, à la El Amadi. Wie zou op dit moment de 10 zijn die ze moeten binnenhalen? Is ook afhankelijk natuurlijk van welke clubs de huurspelers nog willen afgeven. Ja, je komt bij Noah de Lang of Van der Streek, als je moet kiezen. Nou ja, ik zou eerder voor Van der Streek gaan, omdat ik dat meer een middenvelder vind met diepgang en ook in strijd voorop gaat. Het is een ander type speler. Noah Lang hebben we natuurlijk heel vaak aan de flanken gezien. Ja en als je echt op 10 kan spelen, natuurlijk iedereen kan op 10 spelen, maar om dat in te vullen zou Van der Streek in mijn beleving qua routine, die is wat completer denk ik voor die positie. Ja, niks aan toe te voegen. 100% Jan. Nee. Van der Streek op alle karakter, past hier in de regio. Of komt uit de streek niet, maar past wel in de regio. Ja, dat is nou één keer zo, maar dat is gewoon een hele goede speler. Echt waar. En die doet bij Utrecht waarschijnlijk 8 à 10 potjes hooguit mee, denk ik, dit seizoen. Ze hebben Ramselaar nog op de bank zitten. Ja, die hebben een geweldige selectie. Ja, die hebben die komt denk ik niet eens aan spelen toe. Dus probeer zo één nou te pakken. Ja. Dat zou echt goud zijn voor hier. Want middenveld ook. Ja, ze hebben die 2 6'en dan naast elkaar, maar dat liep nog niet. Tegen M ook niet de eerste helft. Dat is nog niet afgestemd op elkaar. Dat is lastig spelen. Bos is niet de 10. Dus dan denk je, ja, dan moet echt of een 10 komen heel snel die ook goals maakt. En die ook bijsluit bij de spits. Ja. Die een man voor de goal kan zetten. Dat begint het al bij. Ja. Heeft Van der Streek ook. Ja. Zou een goede zijn. Jij volgt natuurlijk FC Twente ook van nabij. Jullie zijn met het bedrijf Pure Energie al een tijdje hoofdsponsor. Ja. Vorig jaar nog een geste door het contract nogal massief te verlengen. Ja, toen ze gedegradeerd waren, de dag na is het besloten om in ieder geval nog 5 jaar te gaan verlengen. Ja. Eigenlijk daarvoor heb ik nooit zo heel veel met voetbal gehad. Ik bedoel, ik ging in mijn wielertijd op uitnodiging van verschillende bedrijven in de winterperiode wel eens naar een wedstrijd toe. Maar nu we sponsor zijn, moet wel zeggen, je volgt een club wel vele malen meer nu. Ben je fan? Ik ben, je mag mij nu wel de fan noemen. Ja, ik zie je wel eens juichen daar. Zeker wel. Dat hoort er ook bij. Ja, tegenwoordig mag het niet meer. Ik ben benieuwd hoe het zaterdag gaat. Ja. Of iets te jeugd valt. Maar dan gaan we zeker wel Joost, die nieuwe, met dat plastic ervoor helemaal, weet je, die Imkes. Net als je rond gaat spuiten in het stadion. Ik kom gewoon op de motor, gaan we hem op en dan moet lukken. Als het helpt, dan zou het een oplossing zijn, maar dat ziet er natuurlijk koddig uit. Ziet er ook niet uit, wat dat betreft. Het is, kan niet. Je moet ook een beetje je ritme erin vinden, denk ik, in een stadion. En als iedereen zich ook een beetje aan de regels houdt, en het is een beetje gewoon je boerenverstand moet erbij gebruiken. Over boerenverstand en misschien wel noberschap gesproken, Joost. Jullie hebben je dus voor lange tijd weer gecommitteerd aan FC Twente. Is dat een beetje noberschap, de club in moeilijke tijden als regionaal topbedrijf helpen? Ja, zeker. We zijn in 2016 zijn we hoofdsponsordag geworden. Ik bedoel, die mogelijkheid die kwam toen dan voorbij. Wij waren in het begin het energiemerk en sponsoring is wel een hele mooie manier om in ieder geval om natuurlijk goede merken behoorlijk in de kijker dan te gaan zetten. En dan neemt niet weg dat onze eigenaar ook gewoon een vervent aan 20 jaar de fan is. Ja, de 1 en de 1 is dan ook 2 in dit geval. Dus dan in het jaar van de degradatie ook. Ja, het is de sponsortechnisch misschien niet zo erg slim om te gaan verlengen. Maar dan spreekt het voetbalhart toch wel weer boven de commerciële belangen. Ja, en kun je inschatten hoe de effecten zijn, de zakelijke effecten? Nou ja, de naamsbekendheid, dat kun je gewoon meten natuurlijk. Ja. Dat is echt wel gewoon dag gegroeid. Ik bedoel, bij Twente is ook altijd wel iets te doen. Hè? Of je staat in de krant, we zijn gepromoveerd. Natuurlijk gewoon een kampioenschapsfeest. Turbulenter kan het niet. Nee, natuurlijk als sponsor zijn natuurlijk de sportieve prestatie heel erg belangrijk. Maar over een grijze muis schrijven ze ook niet. Nee. Dus daarin zijn we zeker wel gegroeid. Ja. Dat is ook wel van belang natuurlijk. Ja, jullie blijven Twente een warm hart toedragen. Tot met 2023 nog. En misschien ook nog wel langer, hè, als het goed bevalt, links en rechts. Die wedstrijd tegen Emmen van FC Twente, je kunt er nog niet van alles aan koppelen qua
conclusies, dat is ook duidelijk. Het is nog steeds de voorbereiding. Achterin centraal, Plikkezuelo. Ik denk dat Plikkezuelo heeft gehoord dat Dumic kwam en dat hij toen 's nachts niet meer heeft geslapen. Zo speelde hij, want ik vond hem dramatisch slecht. Ja. En dat hij in één keer onzeker was. Hij maakte fouten die hij normaal niet wel. Hij kan het wel. Jawel. Hij ging fouten maken, die maakt hij normaal niet. Nee. Heb ik nog nooit gezien, zolang als hij speelde. Ja. Ik vond hem erg matig. Marklo viel me tegen. Ja. Absoluut respect. Dus, en het gaat zaterdag natuurlijk om het Echi. En dan gaat het om de punten en dan wil ik het wel even weer zien. Ik denk dat er een paar kleine wijzigingen komen. Toch achterin ook. En dan misschien op middenveld één wijziging, denk ik nog wel. Ja, de grote vraag is natuurlijk de fitheid. Die moet aan de orde zijn natuurlijk. Ja. Maar goed, ik bedoel, je kunt Danilo ook 60 minuten opstellen en dan kan hij ook twee keer scoren. Ja. Nee, door de bocht gesteld. Jawel, nee, maar goed, het gaat er uiteindelijk om, als je het team heel fit wil hebben, dan moet je wel een bepaalde voorbereiding hebben. En spelers hebben een lange tijd niks gedaan. En dat merk je ook, hè. Sommigen die hebben daar wat langere tijd voor nodig. En als je geblesseerd raakt nu, ja, dan kom je de eerste weken helemaal niet meer mee. Dus je moet wel voorzichtig. Voor de trainers is het een moeilijke opgave om iedereen op tijd fit te krijgen voor die wedstrijd. Dus het zal zeker met, ja, je mag 5 keer wisselen tegenwoordig. Dus ja. Ik denk dat ze daar gebruik van gaan maken, alle ploegen ook. Want andere ploegen hebben dezelfde problemen, hè. Ja. Linksachter is de strijd voorlopig even beslecht, denk ik, in het voordeel van Oosterwolde. Nou, dat zeg ik nog niet na. Nee? Nee, dat zeg ik nog niet na. Nee, maar er zijn 50-50. Een aantal posities gewoon heel dicht bij elkaar. Ja, daarom. En dan ligt het misschien wel aan de tegenstander. Aan de tegenstander spelen ze met 3 spitsen, spelen ze met 2 spitsen. Ja. Dus daar kan die ook nog keuzes in maken. Ja. Maar die spelers, ja, dat kwalitatief ligt dat heel dicht bij elkaar. Ja. Lijkt het. Mm-hmm. Hoe dan ook. Deze dagen, het is een gekke Tour de France. We zitten in september. Jij hebt hem diverse keren gereden, zoals gezegd. Je hebt successen gehaald. Je volgt die wereld nog van dichtbij. En dan zijn we natuurlijk allemaal benieuwd naar Tom Dumoulin. En die heeft van de week een zinloze actie ondernomen, mogen we zeggen. Ik bedoel, we gunnen hem van alles. En hij is de hoop in Nederlandse etappekoers. Jaren. Ja. Heeft de Giro al gewonnen. Wat vond jij van die actie? Dat hij op kop ging rijden op het moment dat het eigenlijk niet had gemoeten? Nou ja, in feite dat hij op kop ging rijden is natuurlijk een misschien ook wel een gevolg van wat hij de laatste dagen ook al riep. Hè? Van ik ben niet goed. Het was ingegooid aan vraagteken. Ja. Met name wat hij zelf gewoon uitspreekt. Maar ik zei net dat tegen jou ook. Volgens mij heeft hij 420, 430 dagen helemaal niet gekoerst. Zwaar geblesseerd geweest. Ja. Ja, en als wielrenner zijn en natuurlijk als sporter zijn, je hebt een beetje ook gewoon oefenwedstrijden nodig. Je hebt een beetje moraal nodig, de good feeling. Ja. Iedereen heeft natuurlijk gewoon natuurlijk die zware poten. Ja. Maar als je weet met jou de zware poten, dat je de ander ook dan pijn kunt doen, dat gevoel heeft hij nog niet. Nee. Ik denk dat het een teken is van ontzettend daar veel twijfel van hem. En het is eigenlijk ook alweer sneu natuurlijk, vooral voor hemzelf. Ja. Maar als je ook daar gisteren weer keek, hij is zeker niet slecht. Nee. Hij zegt, er zijn misschien wel 4 of 5 die zijn er beter dan mij in de Tour. Nou, ik wou dat ik die jaren had gehad. Ja, dan had je de top 10 positie. Ja, wou dat zeggen. Die jaren heb ik niet gehad. Nee. Gepakt, hè? Denk je dat hij nog voor eigen succes en eigen glorie mag gaan of niet? Nee. Je hebt ook de gele trui in de ploeg, dus die ga je ook daar verdedigen. Er komen hele lastige ritten aan. Vandaag een rustdag, morgen een gevaarlijke rit langs de kust. Ja, en volgens mij is daar vanaf rit 13 tot en met 19, dit is allemaal heuvel op, klimtijdrit. Ja, dat is gewoon verdedigen van de gele trui. En heb je alle manschappen ook zeker wel voor nodig. Ja. René, jij als anti-kenner, zoals je net zegt, wie gaat de Tour winnen? Rudy Kemna. Ik denk Kemna. Jouw voormalige plaatsgenoot. Ja, dat denk ik. Ja, oud plaatsgenoot. Nee, joh, ik weet er helemaal niks van af, man. Echt niet. Ik vind het hartstikke mooi dat Joost is en ik vind het klasse. Volg je de Tour? Nee. Helemaal niet. Jij ook niet, Jan? Ik vind mentaal vind ik het... Minder, omdat wij zitten natuurlijk midden in de voorbereiding deze maand. Ja. En met alle ploegen die we volgen, dan is het een beetje een zijsprongetje. En dan kijk je af en toe eens een keer naar hoe het gaat. En dan krijg je dit soort informatie wel mee. Maar we zijn eigenlijk gewoon naar liefhebber. Maar voetballers zijn, als we eerlijk zijn, dat zijn toch een stelletje mietjes in vergelijking met de slaven van het asfalt. Ja. Qua hardheid. Ja. Het is een beetje ook het verhaal van... Kijk, die jongens die weten wel, als ze 200 kilometer moeten fietsen, dan moet je er alles voor doen. Ja. Je kan niet op een ander leunen, je kan niet achterop gaan zitten bij een ander. Dan wil je met dat gaat niet. Met voetballen, met een teamsport, kan je nog altijd een keer een beetje verstoppen. Ja, is altijd... Nee, maar het is gewoon zo. Ja. Dus steeds die jongens weten donders goed hoe ze met het lichaam, hoe de verzorging, hoe de rustperiode zit, de voeding. Van de week zag ik er een, dat vind ik dan weer wel grappig, die neemt zo'n bidon aan met zo'n energiereep. Laat hij die energiereep vallen. Ja. Dan zit ik daarna te kijken, dan denk ik van staat er dan niet één verderop nog met zo'n
reep, weet je wel? Of moet hij zonder reep fietsen? Dan dacht ik van, nou, is toch slordig allemaal als je dan voorop rijdt. Nou, je hebt natuurlijk verschillende ploegleiders in de koers, zeg maar. Dus vaak rijdt de auto gewoon achter. En dit is dan vaak gewoon een verzorger die op de top van de berg staat. Die geeft nog even een jekkie aan of nog even een bidon aan. Ja. Ja, maar als je rit rijdt voor 180 of 200 kilometer, ja, het is ook lastig om mensen te positioneren op de plekken waar jij dood hebt. En waar je de reep verliest. Ja, waar je de reep verliest. Nou, ja, dat weet je niet van tevoren, hè? Isaar. Hey Joost, maar moet je mensen uitleggen? Joost, die voetballers, en ik heb zelf wel gespeeld, maar dan kon je 2 of 3 wedstrijden in de week, dat was allemaal zwaar en toestaan. Maar hoe kan nou een wielrenner, die heeft er dan 180 kilometer op zitten, die gaat de Pyreneeën in, die gaat zelfs op de kamer liggen, of 250, die gaat zelfs op de kamer liggen en 's morgens om 11 uur fluiten en die gaat weer. Hoe kan het lichaam dat? Fluiten is dat sowieso niet. Nee, maar ze weggaan, fluiten ze door. Maar dat is gewoon vlaggetje. Oh, vlaggetje. Maar mij opvalt bij de voetballerij, en dat is als je valt in deze jaar de periode. Het is altijd verstoppen. Nee, maar wat ik heel vaak hoor, dan weer de verhalen dat ze zeggen van ja, ik wil heel graag spelen. Was toen een paar jaar terug met Dylan Seijs was dat. Ik wil heel graag, ik heb helemaal geen club, maar ik sta nog veel te dik. Daar gaat het bij mij als wielrenner weer niet in. Nee, als jij een profsporter bent, ben je afgetraind in een club. Ook heb je helemaal geen club, je blijft altijd gewoon sporten. Desnoods ga je 3 keer in de week 1 kilometer of 10 hardlopen. Ja. Maar je blijft maar je bent fit. En je blijft wat doen. Ja. Ja, en wielrennerij, het is, je bent ook niet van vandaag morgen kun je de Tour doen. Ik heb al jarenlang bedoeld, dat was je profwielrenner. Uiteindelijk, daar kun je de Tour gaan doen. Maar iedereen wordt ook minder, hè? Ik bedoel, in het begin van het jaar met inspanningstesten had ik een maximale hartslag van 190. Ja. En ik zei vorige week tegen mijn zwager nog, in de Tour had ik op een gegeven moment een maximale hartslag van 160. Ja. Als iedereen dat heeft, ja. Maar die had Marco Borsato ook toen Leontien thuis kwam. Ja? Zijn hartslag van 190. Dus die betrouwbare broek. Die schrok ook. Nee, maar ik bedoel, dat is wel heel hoog. Nee, maar er zit één bloeg om aan te geven. Wat Joost ook zegt, hun zijn met een lichaam bezig. Wat je enige verschil is, dat je bij een... Wij hebben als voetballers heb je een contactsport. Ja. Nou, bij die wielrenners, dan is het puur vaak het herstel. De spieren, noem alles maar op. Als je de fiets blijft zitten, dan gaat het vaak goed. Dan gaat het vaak goed. Ja, maar je moet vallen. Het probleem is, nee, maar dat is het verschil in het herstel vaak. Maar deze jongens, die hebben zeg maar discipline voor zichzelf, want die weten wat ze moeten doen. Nou, en als teamsporter heb je het vaak relatief wat makkelijker. En dan komt dat verschil met name ook weer. Ja, je moet de sport ook niet gaan vergelijken met elkaar, maar het is gewoon heel anders. Maar het karakter wel doorzetten. Het karakter heb je, maar een profsporter maakt niet uit wat je doet, daar ben je gewoon profsporter voor. Ja. Punt. Maar het is wel zo als je in de ploeg fietst of daar rijdt. Ik bedoel, als je naar bijvoorbeeld bij Twente, je rijdt op maandagochtend natuurlijk, dan ga je naar Hengelo toe. De trainer is daar, die zegt van wat ga je doen? Wij kregen gewoon per week gewoon een trainingsschema. Dat moest je zelf doen. En dat moest je zelf doen. Ja. En je eigen dag gewoon volgen. En op een gegeven moment ga je richting de koers en dan word je gelost. Ja, dan stellen we je gewoon niet meer op. Ja, okay. Nee, maar zo simpel is het eigenlijk. Ja. Volgende week gaat de Tour de Alpen in. Ik kan me nog herinneren, Joost, 2011, dat jij in een belangrijke etappe voor de ploeg, Andy Schleck, kon de gele trui pakken. Won uiteindelijk de rit en na ingrijpen uiteindelijk ook de Tour zelf. Maar jij speelde een erg belangrijke rol als bruggenbouwer. Neem ons nog heel even mee naar dat heroïsche moment. Het is natuurlijk, als je een sportwedstrijd hebt, het maakt niet uit of je een voetbal doet of de wielrennen. Je weet gewoon wat je schema is, wie je tegenstanders zijn. En we hebben een voorbespreking gehad. Er was aankomst op de Calibier, met een vlak stuk ertussen en dan was de aankomst daar. En dan was het de bedoeling dat we een aantal mannetjes mee hadden in de vroege vlucht. Klinkt allemaal heel erg makkelijk, hè? Nee, maar, ja, makkelijk. Maar na veel gevechten is dat dus uiteindelijk is dat dus een dag gelukt. En die Schleck die demareert op de Côte d'Isoire. En wij vangen hem daarop, zeg maar, in Dal. En we brengen hem naar de voet van de Calibier. Jij was een tijdrijder, je maakt nog even goed tempo in de vallei. Ja, en hij wint een rit op de Calibier. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. En dat is ook wel een groot verschil natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wielrenners zijn het. Aan de ene kant is het een ploegsport. Maar je wint nooit niet als ploeg. Het is altijd een individu die wint. Ja. En dat was op die dag was het eigenlijk ook echt een ploegsport. Ja, was een ploegprestatie. Toen de Annie die won, maar als ploeg zijn hebben we ook een heel mooi aandeel daarin. Ja. En een mooie avond? Nee. Ja, nou, in Parijs wel, maar die avond niet. Discipline is dan leidend? Ja, weet je, het is, je hebt gewoon een zware rit gehad. Je finish op de Calibier, je finish op behoorlijke hoogte. Dus je bent gewoon spierwit. Die beelden gaan we terugzien. Ja. Oh. Ja, het is gewoon, we moesten verplicht op de west slapen daarna. Dan slaap je ook weer op hoogte. Ja. Ja. Nee, dan... Ja. Ja. Was je ook dunner toen, Joost, dat is nu? Toen? Ja, veel dunner. Zo. Ja. De Galibier meer dan 2600 meter de lucht in, hè? Ongekend. Ja. Nog heel even, Heracles speelt tegen Braunschweig van de week. Verlies met 2-0. Ik zie dat Bijleveld heeft zich een functie of een rol op het middenveld toegeëigend in de basis. Terecht, Jan? Ja, want die zijn natuurlijk wel veel kwaliteiten kwijtgeraakt. Ja. Dus deze jongens die zijn er ook al wat langer weer bij Heracles en die sluiten nu aan. Alleen, ja goed, wat we bij Heracles al vaker aangegeven hebben nu. Ja, die hebben het scorend vermogen gewoon vele malen minder als vorig jaar. Ja.
En dat is het grote probleem op dit moment. Niet alleen zeg maar, de aanvallers, maar de toevoer naar de aanvallers. Het hele middenveld is nagenoeg weg. Ja, en dan kom je in de problemen tegen dit soort ploegen. Laten we even niet vergeten hè, dat die Duitsers in de tweede Bundesliga, derde Bundesliga, dat zijn serieuze tegenstanders. Ja, dat dus daar hoeven we niet, kijk maar naar die andere uitslagen, niet alleen Heracles. Maar het scorend vermogen bij Heracles, we hebben ze die week ervoor gezien tegen Duisburg. Wow. Ja, dan moeten we verdedigen. Prupper is topscorer met 2 doelpunten. Ja, dat zegt alles natuurlijk. Nou, ja. Marquise is er nog niet. Nee, ook die is steeds geblesseerd enkel. Maar goed, om die spelers voor het doel te zetten en om te gaan scoren, moet je dus wel eerst in de gelegenheid komen om daar in die positie te zijn. Maar daar zijn ze ook nog weinig geweest, dus het wordt een lastig verhaal. Alleen, ja, de competitie geeft toch vaak wat ander beeld. Beide clubs hebben eigenlijk hetzelfde probleem, vind ik. Ja. Middenveld. Dat wil zeggen, daar moet het de creativiteit richting de aanvallers. Dat gaan we zien hoe dat volgende week gaat gebeuren. Ik bedoel, de voorbereiding is tot daar aan toe, maar is nu voorbij. Precies. Klaar. Volgende week zien we echt hoe de boel ervoor staat. En dat gaan we natuurlijk als vanouds weer prognosticeren, om maar even een chic woord te gebruiken. We beginnen bij Joost. Joost, FC Twente, jij zult er zelf bij zijn, of niet? Thuis tegen Fortuna Sittard. Ja, wij gaan er naartoe. Wat gaat het worden? 2-1. 2-1 voor Twente, dat is duidelijk. Wat denk jij, René? Is ook een wedstrijd die je moet zeggen, maar dan doe ik hetzelfde. 2-0, 2-0. Twente wint. Twente wint. Ja, en wat denk jij, Jan? Ik denk ook dat ze winnen. 2-1 is een logische uitslag, lijkt het. Maar goed, ik ga Joost een beetje helpen. Ik zeg 3-2. 3-2. 3-2, ja. Oké. En als ze de goede shirts aan doen natuurlijk, want dan begint het allemaal mee. Ja, ze liggen er niet voor niks, hè? Nee, ze liggen aan de powerbank, liggen ze al. Ze liggen aan een stopcontact. Ja. Dat is echt mooi dit, Meibaan. Ja. Echt een mooi merk. Ze weten wel waar ze moeten inkopen, hè, Twente. In Spanje. Heracles speelt thuis tegen ADO Den Haag. Ook een wedstrijd die je op papier zou moeten winnen. Wat denk jij, wat gaat het worden, Joost? 0-1. 0-1 voor Den Haag. Oeh, wat een knauw. De wens is de hoofd van de gedachte, zeggen ze dan ook wel eens. Hoop jij dat Heracles verliest? Ik heb veel vrienden uit Almelo en dat is altijd wel een beetje strijd. Oh, die wil je even. Ik denk 1-1. 1-1? Ja. Ik denk misschien wel 0-0. 0-0? Ja. Geen ploegen die Den Haag is ook geen, dat is ook allemaal nieuw. Nieuwe trainer. Kom je achteruit de voetbal eerst. Ja. En Heracles scoort moeilijk, dus puntje. We gaan zien hoe dat in de praktijk gaat vertaald worden. Jan, bedankt voor je aanwezigheid weer. Jij bedankt, René. En Joost, bedankt. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd. Volgende week zijn we terug met dan in de hoofdrol Valentijn Driessen van de Telegraaf. Tot volgende week. Tot dan.